Ja, we vieren vandaag het zesjarig bestaan van Thuisverpleging Unnhem, specifiek regio Heerasbergen. En ja, dat is eigenlijk de activiteit die vandaag doorgaat in de spiraal aan de Zakai. Vandaag vieren we feest. Wij bedanken al onze patiënten voor het jarenlange vertrouwen voor de 6 jaar dat we nu al bezig zijn. En daarom trakteren we vandaag op koffie en taart en feest. Wij hebben muziek en dans. Goh, vandaag is er eigenlijk een heel mooi programma. Ik denk, we hebben een optreden van Kleinkunstcollectief. Die toch heel wat mooie repertoires hier brengen. En daarnaast is het eigenlijk een taartenbuffet, à volonté zoals wij dat noemen. En ja, dat is wel leuk, hè. Mensen kunnen vrij kiezen wat het zij wensen uiteindelijk. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Als dan begint misschien, dan blijven we wel staan. En kunnen dan misschien als het echt moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Wij zijn daar in het eerste jaar hebben wij dat gedaan eigenlijk om reclame te maken. We hebben zoveel mogelijk briefjes rondgedeeld om de mensen naar onze koffietafel te komen. En dat was een groot succes. En nu is het al 6 jaar en nu doen we het uit dankbaarheid dat die mensen in ons blijven vertrouwen. Want wij groeien iedere dag meer, iedere dag krijgen we nieuwe zorgen. Vandaar dat wij ook die mensen een keer willen bedanken met een tasje koffie en een stukje taart. Wij werken niet in een rusthuis, we werken eigenlijk bij de patiënten thuis aan huis. En enkel op die manier kunnen we ze een keer samenbrengen. Vandaar dat we eigenlijk in een groot gebouw als dit, de spiraal in Heerasbergen, die mensen een keer laten komen om hen te amuseren, om een keer nader kennis te maken. En vooral dat ik ook die mensen een keer zie. Want ik ga niet bij iedereen aan huis, ik doe nog ook alle dagen de baan bij de mensen. Ik heb ook een tournee. Ik ben ook een palliatieve verpleegkundige, ik doe de palliatieve begeleiding bij de mensen. Maar niet iedereen ken ik. En nu vandaag is het wel het ideale moment om met die mensen kennis te maken. Het is belangrijk dat we mensen iets kunnen aanbieden waar dat zij ook een namiddag uit kunnen. En ja, we vinden het toch wel belangrijk om mensen een been te brengen en dat wij ook hen een vleugje muziek kunnen aanbieden met een mooie taartenbuffet, zodanig dat zij toch ook iets anders hebben dan misschien alleen maar thuis zitten van de middag. En onder de groene hemel en de blauwe zon speelt nog steeds het harmonieorkest in de grote lege ton. Daar trekt over de heuvels en onder het grote bos de lange stukken bergen in van een circus in het bos. Alle patiënten die wij tot nu toe allemaal verzorgd hebben, hebben een uitnodiging gekregen. En hoop ik toch, want ja, dat heb je niet in de hand. We hebben aan iedereen en alle verpleegkundigen de uitnodigingen meegegeven in de hoop dat iedereen hier vandaag massaal aanwezig is. Ja, we hopen natuurlijk dat mensen genieten, maar aangezien dat we dat ieder jaar organiseren, zien we toch altijd een mooie opkomst. En dat betekent toch wel dat mensen dit appreciëren. En we gaan dit zeker ook naar de toekomst toe blijven doen. Ik vind het wel belangrijk dat mensen zich verenigen, dat mensen zich samenkomen, dat ze aan een tafel zitten met nieuwe mensen, dat ze op die manier ook voelen dat, ja, dat er toch wel heel wat beweegt en dat men ja, nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan op deze manier. Hè. Onze visie is vooral de zwaar hulpbehoevenden zo lang mogelijk thuis houden. Wij proberen dat door 3 of 4 keer per dag bij zwaar hulpbehoevenden langs te komen. Maar wij hebben ook steun van het dagcentrum. Wanneer wij zien dat er problemen zijn overdag, dan schakelen we het dagcentrum in. Die komen die mensen 's morgens halen met busje. Zij verblijven daar de dag en 's avonds worden die terug met het busje naar huis gevoerd. Dat is eigenlijk ook een meerwaarde aan onze groep. Wij hebben nog een ondersteuning van het dagcentrum. We'll be right back.
Dus we zijn nu 6 jaar bezig en als ik zie dat we nu al met 30 verpleegkundigen werken, dat we actueel dagelijks rond de 400 patiënten verzorgen. Dat is al wel al heel wat. Het is toch dat de mensen vertrouwen hebben in hun hen. Dat ze horen van andere mensen van hoe goed dat het bij ons wel is. Dat ze op ons kunnen rekenen, 24 uur op 24. Het belangrijkste aan mijn job is dat ik het kan blijven goed doen, dat ik kwaliteit kan geven, met veel liefde en met veel vriendschap. Op die manier krijg ik veel energie terug van die mensen en kan ik het uithouden en ik hoop nog vele jaren. We hebben een zeer dankbare job. We krijgen heel veel dank en veel vriendschap van onze patiënten en daarom doen we het. Ik ga alle dagen op dagelijks graag bij mijn patiënten. Ik krijg daar zoveel liefde van in. En dankbaarheid dat ik zou de baan niet kunnen missen. Ik mag eigenlijk iedere dag op het bureau zitten, maar doe mij dat niet aan. Ik ga iedere dag in de voormiddag doe ik de baan. Ik ga nog alle dagen patiënten verzorgen. En in de namiddag doe ik mijn bureauwerk. Maar ik zou de mensen in de thuisverpleging niet kunnen missen.